De politie kwam rond 11 uur 's avonds helpen om de situatie onder controle te krijgen. Maar werd vervolgens zelf ook bedreigd. Daarop loste een agent een schot. Hij had zijn vrouw bedreigd, dus zijn vrouw ging daar beneden staan, ergens bij de bosjes. Dus ja, ik hoorde de politie ook van, ja, laat het wapen vallen of zo. Toen werd er een schot gelost. Hier lagen ze voeten ergens hier. Nog hier. En ging die zo, ja, zijn lichaam door. Dus hier lag die ergens met zijn hoofd of zo. Hier. Volgens getuigen zou de man een overdosis hebben genomen. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn situatie is zorgelijk.